opsommen gaan we kijken aan wat in de gemeente, wat er in het cultuurcentrum geprogrammeerd wordt. En zie je dat er dus een, dat je veel minder gaat gaan doen. En daarom ook hier een bedrijf voor om ervoor te zorgen dat na, als de hemel een beetje opdraagt, financieel, daar al wel een genuanceerde toezegging toegedaan is. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ze weten dat eens dat de financiële industrie daar ook wat opklaart, dat we dan wel die mensen de middelen moeten geven om terug vooruit te gaan programmeren en dat we de klok dan kunnen terugdraaien, zodat we dat terug volwaardig kunnen programmeren. Goed, Dieter Peters wil ook nog even tussenkomen naar gaan van dit Dieter. Ja, Kurt heeft er juist naar bewezen, en ik kan er zelf nog iets van zeggen, ik zal het terughouden, dat als je nu gevraagd wordt om een. En ik wil beginnen met mij te verontschuldigen voor het krantenartikel of de krantenartikels die verschenen zijn. Het is resultaat gekomen dat, laat ons maar zeggen zoals dat was, dramatisch was. En niet kon opgelost worden door kleine ingrepen in de marge. En daarom hebben we op de raadscommissie gezegd, een belastingsverhoging is niet aan de orde, want we willen de burgers, nog de ondernemingen die vandaag met die crisis geconfronteerd worden, opzadelen met belastingsverhogingen om onze begroting te redden. Dus het zal moeten komen van 1. Het uitstellen van een aantal investeringen. 2. Nogmaals met de kam door onze exploitatiekosten gaan, 50 miljoen per jaar. En daarbij zullen we ook naar onze grootste kostenpost moeten kijken, onze personeelskosten, die 55% uitmaakt van onze totale exploitatiekosten. 4 weken geleden, op dit moment, met de cijfers zoals ze op dat moment gekend waren, heb ik gezegd, kunnen we niet a priori ontslagen uitsluiten. Ondertussen zijn we natuurlijk een aantal maanden verder. Er is, en ik weet dat dat misschien wel lachwekkend is, er is voortschrijdend inzicht in de cijfers. We gaan elke dag nog verder in detail op de cijfers, berekeningen, herberekeningen na herberekening. Er komen ook nog altijd nieuwe schattingen van de hogere overheden binnen. Tot op vandaag komen er nog nieuwe cijfers binnen, meestal gelukkig in ons voordeel, waardoor we komen ook elke week dichter bij het einde van 2022. Dus we beginnen nu ook zicht te krijgen op de realisatiegraad van onze begroting 2022. En het ziet er wellicht naar uit dat die cijfers van 2022 beter zullen meevallen dan dat we 1 of 2 maanden geleden vreesden. Dus met wat we vandaag weten, denk ik dat we kunnen zeggen, zoals collega Yveske zegt, de soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Wellicht zullen we onze 2 formele normen opgelegd door de Vlaamse regering halen, met en een aantal investeringen door te schuiven en een aantal ingrepen te doen in onze exploitatiekost, zonder dat er zal moeten overgegaan worden tot naakte ontslagen. Lees waarbij we een aantal maatregelen nemen in termen van het herbekijken van bestaande, openstaande vacatures, het niet vervangen van de natuurlijke of de spontane uitstroom, dat wil zeggen pensioenen, mensen die de organisatie spontaan verlaten, voor tijdelijke contracten die beëindigd worden, ook gedwongen ontslagen, maar ten gevolge van verbetertrajecten die negatief beoordeeld worden, maar geen naakte ontslagen, enkel en alleen om de norm
van de Vlaamse regering te halen. Ik denk dat we vandaag min of meer die cijfers vandaag toelaten om die uitspraak te doen. Ik refereer naar het verslag van de Raadscommissie Financiën, waar de burgemeester tot 2 maal toe uitdrukkelijk gezegd heeft: de maatregelen die moeten genomen worden, moeten genomen worden, maar met een minimum aan sociale gevolgen. Dus samengevat, en ik ben blij dat we dat hier kunnen zeggen met een grote delegatie van het personeel, de situatie 3 maanden geleden, 2 maanden geleden, 4 weken geleden, is serieus geëvolueerd in de positieve zin. Ik denk dat we op 14 november in de raadscommissie cijfers zullen kunnen voorleggen die beantwoorden aan de norm, weliswaar met een aantal ingrepen, zowel op vlak van investeringen als op vlak van exploitatiekosten, maar dat we die besparingen wat betreft onze personeelskost zullen kunnen realiseren zonder ontslagen. Dat wil zeggen met maatregelen die, ik, zoals ik daar juist zei, het herbekijken van openstaande vacatures en het niet vervangen van spontane of van natuurlijke uitstroom uit onze organisatie. Tot daar, voorzitter, de korte stand van zaken. Goed, aansluitend wil ook de burgemeester even antwoorden op de vragen die gesteld werden door de raadsleden. Twee dingen. Eén, een algemene opmerking. Voordat ik erom begin, collega Vermeijeren, u bent een man met veel ervaring en ik weet ondertussen dat u en Schepen Valkeniers niet echt de beste vrienden zijn. Dat u die hier aanhaalt, dat hoort bij de politiek. Ik vind het wel niet echt kies dat u ook de algemeen directeur daarbij vernoemt, want die mensen kan zich niet verdedigen op een gemeenteraad. Dus dat zou ik maar even in het begin willen zeggen. Dan, twee. Uitspraken van Schepen Valkeniers op een VLD-receptie. Kan voor veel dingen verantwoordelijk gesteld worden, maar niet voor uitspraken die men toe op zijn eigen receptie. Hè. Dus ik denk dat ik dat heel duidelijk ook gezegd heb op de raadscommissie. U vraagt wat denkt de coalitiepartner erover. Dat is heel duidelijk. En ik heb dat op die raadscommissie ook al gezegd en vele van die mensen weten dat. Maar ik ben inderdaad teruggekomen uit vakantie met dramatische cijfers. Startpunt 5 augustus. Het tekort van ongeveer 10 miljoen op ons budgetair resultaat en een autofinancieringsmarge die ver onder nul zat. En laat dat nu net twee zaken zijn waar de gemeente verplicht is om daar positief te eindigen in 2025. Wij zijn gelukkig geen federale overheid die putten kan maken waar dat je nooit meer kunt overzien. Er is een zeer, echt waar, zeer intensieve oefening gebeurd, een maand aan een stuk, met alle diensthoofden, ik denk dat de personeelsleden er allemaal wel van op de hoogte zijn, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, om dat terug te brengen. Er zijn dan nog een paar zaken gebeurd. En begin september hebben wij inderdaad geconcludeerd dat we met de kennis die we toen hadden aan dramatische cijfers zaten. En dan kunnen twee dingen doen. Dat is een handdoek gooien of blijven voortwerken. Wel, en ik heb de keuze gemaakt, ik heb me dat inderdaad persoonlijk aangetrokken, net uit respect en uit dankbaarheid voor dat personeel, om terug te beginnen, te zien waar dat er kon. In de wetenschap dat we niks konden uitsluiten, maar we zijn er wel al aan begonnen. We hebben inderdaad nu al in 2022 de opdracht gegeven van kijk mensen, vervang niet meer. Want er komt zwaar weer aan in 2023. Maar alles wat we in 2022 kunnen oplossen, is een buffer in die volgende moeilijke jaren net alleen maar om zoveel mogelijk, dat wel degelijk, gewaardeerd personeel te sparen. En daar ben ik ongeveer al 2 maanden dag en nacht, maar dan letterlijk, hè, dag en nacht mee bezig. Waar staan we? Wat hebben wij beslist? En wat zal geconcretiseerd worden en ook gecommuniceerd naar de raadscommissie op 14 november? Ja, er is een nadrukkelijke bereidheid om een aantal grote projecten on hold te zetten, uit te stellen. De mensen, want er staat veel in de krant, u hebt waarschijnlijk ook al gemerkt dan, als u dan toch allemaal krantenartikels volgt,
dat ik niet langer dan eergisteren het initiatief heb genomen om eens af te gaan toetsen bij de handelaars in de Villerslui, of dat we toch een heel groot werk, de Villerslui, van vele miljoenen, of dat we dat niet konden uitstellen. Wat de gevolgen daarvoor waren. Wel, dat initiatief is al genomen en wij zijn nog zulke zaken aan het doen. Want ja, mensen zijn natuurlijk belangrijker dan bakstenen. En dan stellen we met plezier iets uit. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Ik zal die wind wel pakken. Want u vraagt, wat denkt de coalitiepartner erover? Ik denk dat er wel degelijk een coalitie is, dat wij op dezelfde lijn zitten. En tot nader order, tot het tegendeel bewezen wordt, ben ik hier burgemeester. En ga ik mijn uiterste best doen om er zoveel mogelijk uit te halen. Maar ik ga ook altijd eerlijk zijn. Er zullen een aantal grote projecten geschrapt moeten worden. En ja, wij gaan echt niet iedereen die op pensioen gaat kunnen vervangen. Iedereen die weg gaat kunnen vervangen. En misschien zelfs niet alle tijdelijke contracten kunnen hernieuwen. Dat is nu eenmaal een realiteit als je in exploitatie meer dan 4 miljoen moet zoeken. Maar wat ik ook, en dat vond ik eerlijk van u, Dieter, dat je dat nog eens extra vernoemt, hè, wat ik op die raadscommissie ook al gezegd heb, wat mij betreft, zo sociaal mogelijk. Eerlijk, open, maar zo sociaal mogelijk, want ik wil, net zoals ik niet wil ingrijpen met belastingsverhogingen, bij al die gezinnen die het nu al zo moeilijk hebben, wil ik ook de mensen waar ik me verantwoordelijk voor voel, lees ons personeel, besparen van onheil in deze tijden. En ik beloof u dat ik daarvoor aan het werken ben en blijf werken totdat die begrotingswijziging er ligt en waarschijnlijk de volgende 2 jaar aan een stuk nog. En dat zullen wij doen met de meerderheid die we hebben. En we zullen ervoor zorgen, dat is in ieder geval de vraag, dat we zo'n uitspraken niet meer al te veel doen en dat we gaan zien waar dat we geraken. En ik heb er redelijk een hoop in, omdat we het niet hebben laten verrotten, maar van zodra dat we het zagen, al zijn beginnen ingrijpen. En er zit hier personeel aanwezig in de zaal. Hè. Vraag het maar eens aan al jullie diensthoofden, of er zitten er misschien een paar bij, hoe dat we met een kam, maar echt met een fijne kam, door alle mogelijke uitgaven, inclusief de projecten van het bestuur, zijn gegaan, net om één reden, om zoveel mogelijk de mensen te beschermen. En dat mag ook wel eens gezegd worden, en dat zullen we blijven doen. En meer heb ik niet te zeggen, voorzitter. Goed. Nog één ding heb ik hier opgeschreven. Het voortschrijdend inzicht. Iemand zei, burgemeester, u bent al iets duidelijker dan 2 weken geleden. Ja, ik weet ook ondertussen al wel wat meer dan 2 weken geleden. En ja, ik heb 2 weken aan een stuk ongeveer letterlijk dag en nacht bezig geweest om te zien hoe we dat kunnen rechttrekken. En ja, er is een beetje goed nieuws gekomen. Ja, de Vlaamse regering heeft wat extra's. Ja, er valt iets extra's bij de politie. En dat gaan wij allemaal meenemen. Vandaar dat ik ook al iets duidelijker kan zijn. En ik hoop tegen 14 november zo duidelijk mogelijk te zijn. En als we 14 november nog niet volledig duidelijk kunnen zijn, dan zal het ergens in een begrotingswijziging worden volgend jaar. Maar dit gaat een traject zijn waar we 2,5 jaar, die ons nog rest, of 2 jaar, keihard aan zullen moeten blijven werken. En ik heb van veel dingen schrik, maar ik heb nog nooit schrik gehad van hard te werken. Dus dat zullen we blijven doen. Goed, ik geef nog een woordje, of de tijd in ieder geval, een woordje te placeren aan de heer Schepen Valkeniers. Nee, voorzitter, echt heel kort, maar op Dieter, ik dacht dat ik begonnen was met mij te verontschuldigen over het krantenartikel en de onrust die dat veroorzaakt heeft. En dan is dat uiteraard vooral gericht aan het personeel. Ik hoef me niet te verontschuldigen naar de coalitiepartner, want ik denk dat we inhoudelijk altijd op dezelfde golflengte zaten en zitten. En ook inhoudelijk, fundamenteel, over wat er in het krantenartikel stond, is natuurlijk de feiten wat ze zijn. En zoals de burgemeester zegt, het zal hard werken zijn en we zullen er wellicht nog een begrotingswijziging extra voor nodig hebben om er helemaal uit te geraken. Ja, we gaan uiteraard maximaal onze medewerkers mee in dit verhaal nemen. En dat begint, denk ik, al volgende week donderdag. Om 10 uur is er syndicaal overleg en dan zullen wij daar met de gestelde syndicale lichamen in overleg gaan om
dit verhaal nog eens klaar en duidelijk te duiden. Dank u wel. Goed, dank u wel.